vriendjes en vriendinnetjes. Ik ben meester Jan Koekenpan. En we zijn hier bij de Sint-Ludgardischool van Schelk. Weten jullie hoe onze school en onze klas eruit ziet? Nee, hè? Wel, ik ga samen met jullie straks door de poort stappen en dan kunnen jullie meekijken hoe onze speelplaats eruit ziet en hoe onze klas eruit ziet. Goed? Oké, kom maar mee. Hier kan je lekker eten maken. Pannenkoeken of spaghetti of patatjes of pizza. Lusten jullie dat? Ik wel. Hier kan je op stappen. Kijk, ik ga het eens voorzichtig gaan doen. Hè. Zo. Huppla. Kan je op het touw. Onze speeltrein. Daar mag je ook in spelen. Misschien kan je dan wel naar de zee rijden. Gaan we nu eens naar onze klas kijken? Oké, kom maar in. Hier zijn we bij onze klas gekomen. 'S morgens, als je naar school komt, dan kom je eens langs deze deur naar binnen. Kom maar mee. Hier gaan we de jas uitdoen. Gaan we samen leren en dan gaan we die bij jouw foto hangen. Nu is jouw foto daar nog niet, maar binnenkort, als je hier gaat komen spelen, dan ga ik voor jou een foto maken en dan kan je die bij jouw kapstok hangen. En hier zijn zakjes, voor als je misschien soms eens een natte broek hebt, dan gaan we daar nieuwe kleren uitpakken. Kom maar mee. Dit is de deur van onze klas. En je ziet het, in mijn klas is het altijd feest. Joepie. Is. Hier kan je ook met een timmertafel spelen. Soms liggen hier blokken of auto's of poppen. Eigenlijk kan je hier met allemaal leuke dingen spelen. Kijk eens hier. Dit is onze speeltafel en onze werktafel. Hier gaan we soms schilderen en ook kleuren en ook plakken. En soms liggen daar ook leuke dingen op, zoals nu de puzzels. Dit is ook een leuke speeltafel. Daar kan je ook spelen met de dino's of met andere blokken. We hebben hier ook onder onze glijbaan een leuke zandtafel. Daar kan je met het zand spelen. Kijk, ik zal het eens eventjes voordoen. Zo, met het schopje kan je er zand in doen. Hopla. En daar kan je ook mee spelen. En jullie hebben het al gezien, onze groene glijbaan. Wel, we gaan eens langs de trap naar boven. Kom maar mee.
trap is gesloten. Ja, als dit bordje ervoor staat, wil dat zeggen dat je niet naar boven mag. Maar ik ga het eventjes dicht doen. Zo. En dan kan je hier naar boven stappen langs de trap. En daar kan je dan op de fiets rijden. Je kan naar buiten kijken door de verrekijker. Je kan aan de stuurtjes draaien. Je kan op het klimrek klimmen daarboven. Je kan ook in de tunnel kruipen. En soms staan er nog andere dingen, maar dat ga je dan wel zien binnenkort. Hier zijn ook nog twee leuke matten om te spelen. En als je 's morgens in de klas komt, dan moet je ook je boekentas zelf leegmaken. En wat breng je dan mee? Een koekendoos, een drinkbus. En als je boterhammetjes blijft eten, dan breng je ook een brooddoos mee. De brooddoos leggen we hier in de grote bak. De brooddozenbak, de koekendoos en de drinkbus, die leggen we hier in je bakje. Daar komt dan ook je foto op en dan weet je waar jij elke dag je boekentas moet leegmaken. Maar zeg soms, hè, moet je ook wel eens pipi doen, denk ik. Weet je waar we dat gaan doen? In de toiletjes. We gaan daar eens naartoe. Kom maar mee. Hier zijn we bij de toiletjes. Kom maar eens meekijken. Ze zijn net naast onze klas, dus dat is niet zo ver. Kom maar binnen. Kijk, hier zijn heel veel toiletjes. En als je dan pipi of kaka moet doen, dan komen wij hierop zitten. We gaan dat ook een paar keer samen doen. En als je soms voelt dat je moet plassen, dan mag je ook naar hier komen om pipi te doen. Oké? Toppie. Dan gaan we nu eens kijken naar de turnzaal bij juf Marianne. Want sporten doen we ook, hè? Oké, kom maar. Misschien hoor je het al, maar er zijn heel veel kindjes aan het turnen nu. We gaan gewoon eens eventjes vlug kijken. We gaan eens wuiven naar juf Marianne. En dan heb je ook een idee dat hier leuke dingen gebeuren in de turnzaal. Hè? Kijk maar. Ik alvast wel. Nu hebben jullie een idee hoe onze klas er hier uitziet, hoe onze speelplaats er buiten uitziet, wat je er allemaal kan doen, hoe onze toiletjes eruit zien, waar we pipi gaan doen en waar we gaan sporten. Misschien zie ik jullie binnenkort wel terug. Hopelijk tot binnenkort. Bye, goeie vlaag!